Is varkensvlees ongezond? Barca heeft nieuwe trainer. En jongs Ranang Tongo leren lezen. Goedenavond en welkom bij het 10 minuten jeugdjournaal. De meeste mensen houden wel van een stuk vlees bij hun eten. En er is daarvoor genoeg keus. Maar de laatste tijd is er vooral op social media erg negatief gesproken over het eten van varkensvlees. Het is schadelijk voor de mens, wordt gezegd. Maar is dat wel waar? Jawel, ik eet varkensvlees. Ik vind het natuurlijk een van de lekkerste vleessoorten. Mm-hmm. Vooral in een erwtensoep bijvoorbeeld. Ik eet geen varkensvlees omdat er veel vet erin zit. Wel, ik eet varkensvlees omdat ik het lekker vind. Ik eet geen varkensvlees omdat mijn ouders niet willen. Dus onderzoek heeft aangetoond dat rood vlees schadelijker kan zijn dan wit vlees. En wanneer we praten dus over rood vlees, dan praten we over varkensvlees, over rundvlees, over schapenvlees, over geitenvlees. En wanneer we praten over wit vlees, dan praten we dus over kip en we praten dan over vis. In rood vlees heb je een stof die we noemen heemijzer. En men heeft geconstateerd dat heemijzer onze cellen kunnen beschadigen. En verder hebben ze ontdekt dat als je per dag, dagelijks, zo'n 150, 160 gram rood vlees eet, dat de kans 35% groter is dan bijvoorbeeld als je het 20 gram per dag zou eten. Dus het heeft eigenlijk meer te maken met de hoeveelheid, de mate dat je dagelijks eet. Volgens meneer Stuttgart is er dus geen probleem zolang je niet te veel rood vlees per dag eet. Toch hebben de leerlingen van de Sint Paulusschool andere ideeën over varkensvlees. Jawel, ik heb wel opgemerkt op tv dat er af en toe een paar meldingen kwamen dat varkensvlees niet zo gezond is. Nee, ik heb niet in het nieuws gelezen dat varkensvlees schadelijk voor je gezondheid is, maar ik weet wel dat er veel vet in varkensvlees zit. Nee, ik heb het nieuws niet gezien. Ik heb gelezen dat het heel veel bacteriën in heeft die niet goed zijn voor je gezondheid. Meneer Stuttgart zegt dat deze ideeën voortkomen uit de geschiedenis waarin varkens worminfecties hadden en door de manier waarop wij varkens laten leven. Dus ik denk vanwege die worminfecties, vanwege het feit dat ze omnivoren zijn en van alles kunnen eten. En het feit dus dat we, wanneer we denken aan varkens, dan denken we aan die vieze stallen, varkens in modderrollen. Dan heeft het een anti-effect gehad, anti-impact gehad. Maar eigenlijk alles wat wij eten, het zijn allemaal chemische stoffen. En alles wat we bijvoorbeeld in overmaat eten, zal schadelijk kunnen zijn. Als we in overmaat water drinken, dan hebben we problemen. Als varkensvlees schadelijk zou zijn, zou ik het gewoon minder eten. Als je weet hoe je het maakt, dan kan je misschien wat vet verminderen. En dan is het niet zo schadelijk als hoe men het zegt dat het is. Maar als je dus met mate eet, en ik heb het over 20 gram per dag, dan levert het veel minder problemen. Barcelona heeft nieuwe trainer, man zoekt vrouw voor reis naar de maan en zebra's bij zebrapaden. Deze berichten vandaag in ons kort nieuwsblok. Een aparte baan voor 100 mensen in de Boliviaanse stad La Paz. Verkeerszebra's zijn er niet voor de grap. Ze willen mensen echt leren hoe ze veilig kunnen rijden en oversteken. En dat doen ze niet in opvallende gele hesjes, maar in een zebrapak. Het ziet er grappig uit, maar het is ook een serieuze zaak. Het verkeer in La Paz is behoorlijk gevaarlijk. Verkeerszebra's begonnen in 2011 in La Paz voetgangers te helpen met het oversteken op een zebrapad. In het begin waren het maar 24 verkeerszebra's. Nu zijn er meer dan 265 verkeerszebra's in Bolivia. Kinderen vinden ze heel erg leuk. Veel van de verkeerszebra's zijn mensen die niet zoveel kansen hebben gehad om hun leven te verbeteren, of ze zijn jongeren die een moeilijke jeugd hebben gehad. Door dit project hebben ze een parttime baan gevonden en dus ook een inkomen. Op die manier kunnen ze zorgen voor een betere toekomst. Ook studenten krijgen de gelegenheid om een verkeerszebra voor een dag te zijn. Wie wil met mij naar de maan en terug? Die vraag stelt een steenrijke Japanner aan vrouwen in de hele wereld. En die vraag is echt letterlijk bedoeld.
Meneer Yusaku Maezawa is de eerste persoon die als toerist een reis langs de maan gaat maken. Hij heeft zijn plek als eerste toerist op een vlucht van SpaceX, een ruimtevaartbedrijf, al een hele tijd teruggeboekt. Nu wil meneer Maezawa graag een partner meenemen. Hij heeft daarvoor een advertentie geplaatst op internet en hoopt dat een vrouw die bij hem past zich zal aanmelden. Er is nog wat tijd, want die trip naar de maan gaat pas in 2023 gebeuren. Meneer Maezawa heeft miljarden verdiend met zijn bedrijf, Sosotone, de grootste modehandelaar van Japan. Maar nu voelt hij zich eenzaam en wil graag iemand met wie hij dus naar de maan kan reizen en de rest van zijn leven kan delen. Vrouwen die geïnteresseerd zijn in een reis en in een leven met meneer Maezawa hebben tot 17 januari om te reageren op zijn advertentie. Een reis naar de maan en terug kost per persoon 70 miljoen US dollar. Fans van voetbalclub Barcelona kunnen zich voorbereiden op een nieuwe periode met mooi voetbal. Trainer Ernesto Valverde werd maandag ontslagen omdat Barcelona de laatste tijd te veel gelijk speelde en verloor. In plaats van Valverde is Quique Setién gekomen. Quique Setién was trainer van Real Betis tot en met het einde van het vorig seizoen. Van trainer Setién is bekend dat hij houdt van mooi voetbal, zoals Barcelona speelde tussen 2008 en 2016. Die manier van voetballen wordt door Spanjaarden tiki-taka voetbal genoemd. Onder trainer Valverde, die dus maandag is ontslagen, ging Barcelona anders spelen en veel fans vonden dat voetbal niet mooi. Met trainer Setién speelde Real Betis mooi tiki-taka voetbal en versloeg zelfs in 2018 Barcelona in hun eigen stadion met 4-3. Sergio Busquets, middenvelder van Barcelona, was na die wedstrijd zo onder de indruk van het spel van Real Betis dat hij zijn trui gaf aan trainer Setién. Busquets moet wel erg blij zijn nu Setién zijn trainer is geworden. Bijna aan ieder kan Sranang Tongo verstaan en spreken, maar de woorden correct schrijven is een stuk moeilijker. Mevrouw Florence Rusveld Vlos heeft een boek gemaakt waarmee kinderen al heel jong kunnen beginnen met het lezen van Sranang Tongo. Ik vind Sranang Tongo praten moeilijk. Ik vind Sranang Tongo praten makkelijk. Ik vind Sranang Tongo praten moeilijk. Ik ben ook goed gezien, voor die mijn tak, den toti wang, jong jong ook ba. Dat moet Gwenty naar de eentje tongen. Mevrouw Rusveld woont in Nederland, maar is elke dag bezig met het Sranang Tongo. Ze let ook altijd goed op hoe mensen deze taal spreken en hoe ze de woorden schrijven. Zij vertelt dat ze al een poos rondliep met het idee voor het boekje. Nederlandse kinderen hebben een grote woordenschat, weet je wel, ze praten vlot. Maar hoe kan op een grote woorden schatten, kan op voorwoord toe. Voor vroken zijn niet voor tak dan gaan we eten tongen. En dat moet je aan Gidem Chindi zien. Tak tegen een tak van zijn niet, maar dit is een fospoek. Maar aan het drapen uit aan het tapu, met Godoro. We gingen naar de Tamenka school om te zien of kinderen daar Sranang Tongo kunnen spreken. Wij vroegen ze om zich voor te stellen in het Sranang Tongo. Mijn naam is Narifani. Ik ben 12 jaar. Ik ben naar de Jo Brown. En ik heb 11 jaar. Ik wil ook playbal. Ik ben naar Idiano Vient. En ik ben 12 jaar. En ik wil op rijbicycle en ik wil playbal. Ik heb een voerus, maar ik denk dat ik een tata heb. Dat ik een taxer aan het doen heb. Soms heb ik een tata. Ik denk dat ik geen Hollands kan. Maar ik heb een misschien zo. Na voor dit is maar je vier taki denna osso te iemand tak je tongo. If doro ko tak Amerikan kondre, je er ons maar tak Sranang Tongo. Ko antro yo drai luku tok tak ei, so ons rana manja. Je vier a koneksi yo antro, dat mi wani tak sma vier tak. Na wan grani sani. Ik spreek Sranang Tongo niet elke dag. Mama dan mag ik Sranang Tongo spreken. Bij Sranang Tongo zijn er een paar diepe woorden dat ik niet versta. Wanneer ik naar Mungu ga met mijn oma, praat ik ook Sranang Tongo daar. Ik mag van mijn ouders geen Sranang Tongo spreken. Ik heb boeken die zie, ik heb de traboeken zijn gekomen toe. Ik wens dat ik morgen word ook een idee, dat ik ook een Sranang Tongo graag haar. En de 10 minuten zijn om. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.
Thank you.